En vicepresident Ronnie Brunswijk, die nu waarnemend president is, wil nog steeds niet met de pers praten. De reden hiertoe is de boycott die de Surinaamse Vereniging van Journalisten enkele maanden terug had ingesteld naar aanleiding van de kwestie Jason Pinas. De VP vindt dat het nu zijn beurt is om niet met de pers te praten. Ik geef ook niks door. Waarom niet? Gewoon zo. Ik heb gezegd, ik ben nog niet zo ver om met jullie te praten. Nog steeds niet. Nog steeds. Maar wanneer bent u zover? Als het zover is, ga ik jullie melden. U weet wat ik verleden ook had gezegd hoor. U bent er voor het volk en het volk heeft informatie nodig. Jullie hebben het volk ook onthouden van informatie via mij gaan. Zoveel maanden. En nu willen jullie mij dat ik dat moet doen. Ik heb het volk bereikt. Vanaf niet het hele volk. Wie zegt dat? Als ik zeg. Facebook gaat, bereik je het hele volk. Niet waar, vicepresident. Het volk bereikt. Ik heb alle informatie gegeven en zal op dat pad doorgaan om het volk informatie te verschaffen. Dus u zegt, u gaat niet praten met de pers, dus de pers hoeft ook niet met u te praten. Met mij? Als ze willen, praten ze maar. Ik wil nog niet met ze praten. Dan lijkt het alsof u eigenlijk... Het lijkt alsof je een beetje boos bent en... Ja, want dan lijkt het zo onverdraagzaam. Ik heb gezegd... Er speelde iets, hè? Ik ben blij dat jullie niet met mij wilden praten. Is dat wel geen akkoord? De waarnemend president zegt dat de pers zich schuldig heeft gemaakt aan zelfcensuur. Och, je weet het als je zegt, je wil meneer Brunswijk niet interviewen, je wil niks van me naar voren brengen. Dat betekent, als er wat is, hou je het volk. Nee, er waren andere wegen om aan de informatie te komen. Informatie hebben onthouden en nu wil je met mij praten. Nee. De boycott was dat we niet met de heer Brunswijk zelf, maar de informatie werd gebracht. Echt erover nadenken wanneer ik met jullie wil praten. Maar er was een vraag gesteld. U was dus niet eens met de boycott? Want er speelde een kwestie, toch? Maar die kwestie die heeft daartoe heeft geleid dan? De vicepresident is van mening dat het volk geen informatie weerhouden mag worden.